Welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Minister Amar Ramadien heeft in hoogst eigen persoon de eerste lading COVID-19-vaccins in ontvangst genomen. Het bijzondere transport arriveerde per vliegtuig uit Barbados en kwam tot stand middels een samenwerking tussen India en de CARICOM. Ik ben heel blij als minister, maar ook als persoon, als burger van Suriname, dat wij met de gasten van Barbados vandaag een traject kunnen inzetten en beginnen zekerheden te geven aan een Surinamer dat het traject van bescherming van het COVID-vaccin traject kan ingezet worden. We hebben 13 maart 2020 het eerste geval van COVID in Suriname gehad. En ik ben blij dat wij binnen een jaar, nog niet eens een jaar, al ons gelukkig mogen prijzen dat wij het traject van bescherming kunnen inzetten. Het is voor ons een hele onverwachte gebeurtenis op dit moment. We hadden het iets later verwacht vanuit onze agreements die we hebben met COVAX en andere landen en andere organisaties. Maar dit is een teken van goed partnerschap binnen het Caribisch gebied, waarbij Barbados hun donatie heeft verdeeld over de regio. En er zijn pakweg 11 landen, denk ik, die op dit moment ook hebben kunnen mee profiteren van de gesten van India aan Barbados. En Suriname heeft vandaag 1000 doses van COVID Shield, het is van het merk AstraZeneca uit India, ook ontvangen. Wij hebben de donatie met open armen ontvangen. Vanaf het moment gistermiddag dat wij hoorden en informatie kregen dat de donatie gepland is voor vandaag, alles in het werk gesteld om 1. Het vliegtuig op een veilige manier binnen te krijgen. De overhandiging op een goede manier te laten plaatsvinden. We gaan nu zo op het punt om ons vaccin te transporteren onder de gekoelde faciliteiten. BGVS is daarvoor verantwoordelijk. Uiteraard zal dat onder politiebewaking geschieden. Het is heel kostbaar. Het is heel kostbaar spul voor ons allen. En het wordt naar de locatie vervoerd ter opslag onder de gestelde eisen die de manufacturer, de producent, heeft gesteld. In het tv-programma Niet Zomaar een Prikje heeft infectioloog Stefan Vrienen onduidelijkheden die bestaan over medicatie die aan COVID-19-zieken wordt verstrekt, weggenomen. Op de vraag waarom niet voor hoog aangeschreven medicijnen wordt gekozen, had hij het volgende antwoord. Er zijn een heleboel middelen, en misschien bent u niet bij, maar misschien ivermectine is eigenlijk alweer een beetje uit de mode. Op dit moment is het de drug dat is in fashion, dat is colchicine. En als u naar het afgelopen jaar kijkt, dan zijn er een heleboel geneesmiddelen de revue gepasseerd. Het is begonnen met chloroquine, azithromycine, caletra en I don't know what. Interferon is ergens ook nog langsgekomen. En dat zijn allemaal middelen die heel veel hoop gaven. Die op een heleboel instituten ook in eerste instantie zijn begonnen. Zo van, want we hebben niks, dus laten we maar iets doen. En door goede studies is gebleken dat al die middelen eigenlijk geen effect hebben. Sommige waren juist schadelijk voor de patiënt. Het enige middel dat eigenlijk de toets der kritiek tot nu toe heeft doorstaan is het dexamethason. En dat wordt en ook fractiparine, dat is een bloedverdunner. En die middelen worden zo gauw als gebleken is uit studies dat zij een
een survival benefit hebben, dus dat mensen er meer van beter van overleven of sneller van herstellen, dan wordt dat geïmplementeerd. Dus in ons beleid in Suriname zijn zowel fraxiparine, standaard en dexamethason bij ernstige patiënten opgenomen. Dus wat dat betreft, dat is goed. Er zijn allerlei mensen die over ivermectine praten, maar voordat wij al die middelen implementeren, kijken we eerst van, zijn er goede studies gedaan? Er zijn een heleboel dingen op televisie waarbij men, of op internet of op websites, I don't know, waarbij men iets propageert. En ja, als je iets aanhangt, dan zeg je van, nou, dit is de waarheid. Nou, wij kijken, dat is juist wat wij doen. We kijken heel kritisch naar die studies, we kijken hoe dat uitgevoerd is. En dan beslissen wij of wij dat in Suriname gaan toepassen. Laat er geen twijfels bestaan over de wijze waarop het Nationaal COVID-19 Outbreak Management Team te werk gaat bij het binnenhalen van het vaccin. Het team van OMT-deskundigen graaft continu in water uit onderzoek van de bestaande vaccins naar boven komt. Elke informatie die van toepassing kan zijn voor ons land, wordt niet alleen door de WHO, maar ook nog eens door OMT onder een vergrootglas geplaatst. Het feit dat wij een OMT hebben, dat geeft aan dat we wel degelijk bezig zijn om zelf te kijken wat toepasbaar is en wat nuttig is voor Suriname. Want als we inderdaad blindelings WHO-protocollen zouden overnemen, ja, dan zou je gewoon een ambtenaar op het ministerie kunnen hebben en die zei van nou, dit is wat de WHO schrijft, dus dan was ik niet nodig. En dan waren andere deskundigen, de infectiologen, epidemiologen, die waren niet nodig. Dus wat dat betreft, u kunt gerust zijn. Ook in Suriname heeft de overheid een aantal deskundigen gevraagd. Nou, dat zijn niet alleen de mensen in OMT, dat zijn er veel meer mensen die heel goed kijken naar wat er in de wereld wordt onderzocht. We doen ook zelf een aantal onderzoekingen. Om te kijken wat het beste is voor ons. Ik moet er gelijk bij zeggen dat persoonlijk ik de WHO wel misschien iets hoger acht dan u. Ik denk dat het een instituut is dat wel heel gedegen onderzoek doet. Ik heb een aantal jaren geleden ben ik zelf aan de WHO verbonden geweest als adviseur. En ik heb veel van hun vergaderingen meegemaakt. En daar wordt echt niet zomaar door één persoon iets besloten. Het zijn mensen die op basis van gedegen onderzoek, van gedegen discussies en gedegen overwegingen tot bepaalde richtlijnen komen. Dus ik vind het een beetje ja, bijna ontzwakelijk om daar allerlei Tweede Wereldoorlog dingen mee te verbinden. Want de WHO is echt een niet zo'n verkeerde organisatie. De vraag die steeds opduikt bij kijkers is of na het nemen van het vaccin het besmettingsgevaar stopt. Het zal volgens dokter Vrede pas blijken naarmate er meer mensen zullen zijn gevaccineerd en of die al dan niet zelf nog besmet worden en zo ook nog weer anderen kunnen aansteken. Belangrijk is dat het vaccin de kans op ernstig ziek worden en doodgaan enorm verkleint. Wat we nog niet weten is, ik denk dat u het juist net omgekeerd ziet, we weten nog niet of als je gevaccineerd bent, of je dan ook beschermd bent tegen infectie. En zolang we dat niet weten, kunnen we ook niet zeggen van ik ben gevaccineerd, dus ik hoef geen mondkapje meer te dragen, want ik kan niemand meer infecteren. Dat weten we nog niet. Wat we wel weten, is dat als je gevaccineerd bent, dan is de kans dat je ziek wordt, ernstig ziek wordt, overlijdt, want ik bedoel, je moet wel ziek zijn om te overlijden. Je valt niet zomaar dood van COVID. Die zaken, daar heeft het vaccin, de studies zijn daar natuurlijk ook op gericht, want men zag dat in Amerika zijn er meer dan 450.000 mensen overleden. Ja. Dus waar men primair bij de vaccins naar zocht is, laten we kijken of je met dit vaccin sterfte kan verminderen. Want ik bedoel, het zou leuk zijn als je de infectie vermindert, maar als je toch doodgaat, dan heb je niet zoveel gewonnen. Juist die sterfte, juist die ernstige ziekte, het naar het ziekenhuis gaan, dat blijkt goed te zijn. En dat andere, waarvan u zegt van dat het is, nee, dat weten we juist niet. We weten juist nog niet of iemand die gevaccineerd is, toch nog dat virus bij zich kan dragen en daardoor anderen kan infecteren. Ja. Waarschijnlijk gaan we dat in de komende maanden wel te weten komen.
Het is volgens kinderarts Laurindo Kloof raadzaam om kinderen tot 12 jaar met onderliggende aandoeningen, als bijvoorbeeld sikkelcellen, niet te vaccineren. Het waarom zit in het volgende antwoord. Kinderen onder de 12 jaar, onafhankelijk van de risicofactoren, is nog steeds het advies om niet te vaccineren. Omdat, wat we ook hebben gezien is dat kinderen die bijvoorbeeld een meervoudige beperking hebben, kinderen met die astma hebben, kinderen inderdaad die sikkelcellen hebben, dat die kinderen niet kwetsbaarder zijn. En over het algemeen, als er andere infecties zijn, zoals een rhinovirus of een adenovirus, de normale griepvirussen, dan zien we dat die kinderen juist wel tot de kwetsbare groepen horen. Maar het is dus bij COVID helemaal niet zo. Dus ook voor deze kwetsbare groep, omdat ze dus in de praktijk niet kwetsbaar zijn voor COVID. Dus is het advies ook om deze groep niet te vaccineren vooralsnog. Dit was het weer voor deze aflevering van het COVID-journaal. Doe wat van u gevraagd wordt. Zoveel mogelijk thuis blijven, altijd de handen wassen, mond- en neuskap op, 1,5 meter afstand houden en geen te grote groepen vormen. Waar u ook komt, sranang, COVID-19.